Wat wil je dat de minister-president langs de deuren gaat? Hij gaat Goedemiddag, u ziet het wel, ik ben de bekende reisleider Rutte. Ik kom u eens vragen, wat vindt u al zo van de democratie? En bevalt dat straatje ook een beetje waar u woont? En hoe is het met werk? Loopt natuurlijk nog een klein beetje lekker. Het verlossen, kunt u mij horen? Moeten we het nog hebben over het debat? Ja, we zijn het opnemen terwijl het debat nog bezig is. Maar we gaan het in ieder geval hebben over de woningbouw. Hoog en laag opgeleid, moeten we nou van die termen af? Dat komt ook voorbij. Ik sprak van de week een meneer en die zegt van ja, ik vind die Maarten van Rossum toch zo afschuwelijk. Maar nu ben ik naar die podcast gaan luisteren. En nu vind ik hem ontzettend sympathiek. Ik heb een heel ander beeld van hem gekregen. Oh, nou ja, misschien moeten dan meer mensen naar de podcast gaan luisteren dan toch al het geval is. Hij zegt van, ik bij de televisie en in andere uitingen, dan wordt het helemaal gevreemd. Maar ik hoor nu veel meer kanten van hem. Dus toen dacht ik, nou, dat komt denk ik wel ergens wel. Ja, natuurlijk, noodzakelijkerwijs is het zo dat zeker in de talkshows natuurlijk in heel beperkte mate dingen aan de orde komen. Even nog afgezien van de talloze beloften die je daar gedaan worden over ruim aan het woord komen, die tenslotte niet worden nagekomen. Wat je ook vaak nogal chagrijnig stemt ter plekke, dat begrijp je. Ja. Ik heb je dat toch wel eens verteld van Balkenende, dat die, als je die van de televisie alleen maar kent, denk je, oh, dat is een stuntelig figuur. Maar als je hem in het echt ziet, dan zie je een 360 graden. Nee, we hebben het over gehad, over Balkenende. Ja. En op dat congres waar die was, denk ik ook, maakte die een competent en geestige indruk. Ja. Ken je nog meer mensen waar dat van is, dat je als je ze ziet in de pers en je ziet ze in het ja, echt? Ja, zeker. Ja, dat komt eigenlijk betrekkelijk veel voor. Je hebt namelijk mensen die je heel sympathiek vindt op het scherm, maar die in de werkelijkheid minder sympathiek zijn. Of zwijgzaam of somber gestemd. En dan heb je mensen die je op het scherm altijd als afschuwelijk hebt beschouwd. En die blijken in de praktijk hele aardige en beminnelijke personen te zijn. Dries van Acht, om maar een praktisch voorbeeld te geven. Niet dat ik die nou tientallen malen ontmoet heb, maar 2 of 3 keer en... Nou ja, bovendien is het iemand die zijn moedertaal op een beschaafde en interessante wijze gebruikt. Wiegel, ook een goed voorbeeld. Vond je die juist leuk of niet leuk? Ja, aardig. Gewoon aardig. En Wiegel en Van Acht vond ik aardig, moet je voorstellen. En die komen op het scherm voor een enigszins links georiënteerd iemand na het kabinet Wiegel Van Acht. Van Acht Wiegel, sorry. Niet waar ik van geriezelde. Als het op de tv kwam, Obama was het ook een waardeloos kabinet overigens tussen haakjes. Maar het zijn allebei hele prettige mensen in de omgang. Ja, maar er kan een verschil natuurlijk zitten of je het politiek met iemand eens bent of dat je iemand aardig zonder vindt. Zonder meer, maar goed, ik was het ook verder politiek nog steeds niet eens met Wiegel of Van Acht. Maar nou, Van Acht is natuurlijk enorm naar links afgezwaaid nadat hij van zijn verantwoordelijkheden beroofd was. Over zijn klassiek patroon natuurlijk, zoals je weet. Hij is bij het CDA ook weggelopen, toch? Ja, ik dacht het wel. Ja, je hebt natuurlijk allerlei mensen die achteraf ja, ineens het duidelijk werd dat ze bij de geheel verkeerde partij zaten. Denk aan Joris Voorhoeven, die de VVD achter zich heeft gelaten. Wat je ook wel een beetje begrijpt als je... Nou ja, dat zat natuurlijk ook die hele kwestie van Srebrenica zat daar natuurlijk ook tussen. Maar ja, dus je ziet dit verschijnen. Ik zou zeggen dat een beeld op het scherm toch heel iets anders is dan een beeld wat je krijgt door een gesprek, een normale situatie in het dagelijks leven. Ja. En Wiegel, nou, die vind ik op het scherm ook wel altijd sympathiek overkomen, toch? Ja, maar hij heeft een lange carrière van wel opmerkelijk rechtse denkbeelden. Hij liet zich ook verleiden om eventueel Pim Fortuyn bij te staan. Dus het Forum heeft hij ook geholpen. Bij Wiegel is natuurlijk een sterke, zeg maar, rechtspopulistische onderstroom aanwezig. Hmm. Maar als persoon, bovendien had Wiegel een hele goede eigenschap. Je kon kritisch met hem praten over politiek en dat nam hij goed op. Hmm. En je hebt ook mensen die meteen boos worden natuurlijk, maar hij nam dat prima op. Ja, dat is eigenlijk de kern van politiek, toch? Ja, dat je met elkaar ingrijpend van mening kunt verschillen. Zonder dat je dus op Twitteriaanse wijze gaat schelden en gaat dreigen. En nou ja, die hele wonderlijke sfeer. Tegenwoordig moet zo'n beetje de helft van het establishment beschermd worden. Vanwege de bedreiging. Dat zijn natuurlijk hele trieste
toestanden. Ja. Wat was de Nacht van Wiegel ook alweer? De Nacht van Wiegel, dat ging om een ingrijpende wijziging van het verkiezingscircus en van de... ja, dat was het eigenlijk, van de verkiezingsprocedures. En dat was het werk van Tom de Graaf. Die was toen, dacht ik, minister. Ik vond het eerlijk gezegd een volkomen krankjorum voorstel. In dit opzicht was ik het dus met Wiegel eens. En nou goed, dat zou... Wiegel zat volgens mij toen in de Eerste Kamer, als ik het me goed herinner. En dat hing op één stem en dat was Wiegel. Dus het was hartstikke spannend. Hij speelde het ook, ik bedoel... Zekere acteursambities zijn hem niet vreemd natuurlijk. Dus hij speelde het goed en zei tenslotte tegen. En daarmee was het wetsontwerp naar mijn gevoel volledig terecht gesneuveld. Ja. Ik vond dat hij, wat mij betreft, heeft hij bij die gelegenheid de Nederlandse democratie in dienst bewezen. Want waar werd, wat was dan wat ja, op tafel lag? Ja, was iets ingewikkelds met kiesdistricten en zo. Weer de bekende, die eindeloos dreunende... Nee, dreun is het verkeerde woord. Ritselend voortwoekerende lulkoek over het democratiseren van de democratie. Ja. Daar moet ook eens een keer iemand uitleggen in een leuk, mooi boek. Er is wel iets in het Engels op dat punt. Het is een illusie om te denken dat je de democratie democratischer kunt maken. Je moet hem eigenlijk niet democratischer, maar je moet hem eigenlijk iets minder democratisch maken. Omdat hoe democratischer er wordt, hoe meer mensen ook de gelegenheid hebben en graag verder ontwikkelen om overal ontevreden over te zijn. En dan werkt het niet meer. Nou moet ik zeggen, in Nederland zijn allerlei dingen waar je inderdaad ontevreden over moet zijn. Maar even terugschakelend, ook bij deze verkiezingsoverwinning van BBB. Ik mag niet meer zeggen de mevrouw van de BBB, ik moet nu zeggen Caroline van der Plas. Caroline... Hallo Caroline. Volgens mij heeft dat te maken met haar Engelse of Amerikaanse moeder. Ja, geheel terecht allemaal, hartstikke mooi. En weer begint dat hele circus te draaien van... we moeten beter naar de burgers luisteren, dat is het. Ja. Waarbij nooit iemand uitlegt hoe je in godsnaam naar alle Nederlandse burgers zou moeten gaan luisteren. Dat is toch een verkiezing ervoor? Ja, de beste manier om naar Nederland te luisteren is naar de parlementaire verkiezingen te kijken. Omdat de opkomst bij onze verkiezingen... Niet waar, die was de afgelopen keer geloof ik 75%, maar de keer daarvoor 82%. Wat echt ook internationaal comparatief indrukwekkende cijfers zijn. Dus ja, veel beter kun je het niet organiseren. Nee. Wat wil je dat de minister-president langs de deuren gaat? Hij gaat goedemiddag, u ziet het wel, ik ben de bekende reisleider Rutte. Ik kom u eens vragen, wat vindt u al zo van de democratie en... Bevalt dat straatje ook een beetje waar u woont? En hoe is het met werk? Loopt natuurlijk nog een klein beetje lekker. Nee, dat is onzin. Dat hele geluisteren. Naar welke burgers ga je luisteren? Zou het wel heel goed kunnen, denk ik, in deze rol. Ja, dat zou het meesterlijk kunnen. Wel, voordat je het weet, zit hij thuis, zit hij de hele middag te lullen bij een kop koffie. Dat geloof ik ook wel. Hoewel hij waarschijnlijk weer haast heeft. Ik heb dat haast. Nee, dat naar de burgers luisteren, dat hebben we ook toen na Pim Fortuyn eindeloos moeten aanhoren, die lulkoek. Zonder dat iemand ooit duidelijk heeft gemaakt hoe je dat dan moet doen. En dan krijg je dan burgerraden en zo. Maar ja, je voelt al aan je water, wie komen er in die burgerraden terecht? Namelijk mensen die, ik mag ook niet meer zeggen, hooggeschoold en laaggeschoold, hè, want... Eigenlijk hogeschool, dat moet je nu zeggen, theoretisch geschoold. Ja. En laaggeschoold is praktisch geschoold. En als we dat even kort moeten samenvatten, dan is het zo dat theoretisch geschoolden helemaal niets kunnen. Kunnen nog geen schroeven indraaien. Ja, daar hebben ze niet geleerd. Dus en de praktische scholen, die draaien eigenlijk, laten de samenleving draaien. Dat is heel fijn ook. Ja, het is wat. Je hebt al gezegd een modeverschijnsel, vind je het? Ja, dit heeft te maken met die verschuiving van... een bepaalde term wordt dan langzaam door culturele veranderingen als discriminerend ervaren. En dan moet er een nieuwe term komen, in dit geval dan praktisch. Maar natuurlijk dat het discriminatieaspect blijft bestaan. Ja. Ja, praktisch gescholden worden minder betaald. Naar mijn idee mogen ze best ook wat meer betaald worden. Maar het wordt toch algemeen...
in onze samenleving als voordelig beschouwd als je hoger geschoold bent. Ja. Theoretisch geschoold ben. Ja. Hè? Iedereen moet weten in welke rivier uitmondt in de Kaspische Zee. Daar heb je verder geen zak aan natuurlijk, want wanneer kom je daar nou? Maar dat is ons idee. Zo zit de cultuur in elkaar. Terwijl er ook heel veel mensen zijn die dat helemaal niet leuk vinden. Om dat te leren. En dat nee, te doen. Absoluut. Maar ja, we hebben leerplicht tot onze 18e verjaardag. Hè? In ieder geval nog 1 of 2 dagen of zo. Ja, je kunt ook dan stoppen of niks gaan doen. Of ja. Je kunt zeggen, ik ga een opleiding doen waar ik weer mee heel veel mensen hebben helemaal geen zin om te leren dat de Wolga in de Kaspische Zee uitkomt. Nee. Maar kan ik me ook best begrijpen overigens. Ja. Maar ik bedoel alleen maar dat de cultuur in groter, in ruimere zin, niet waar hoog opgeleid. Theoretisch opgeleid als waardevol ziet. Ja. Als waardevoller dan praktisch opgeleid. Dat was het toch? Ja. Heeft het ook niet te maken met de inclusiviteitstheorie? Hè? Bij overal, iedereen moet erbij horen, niemand uitsluiten, iedereen moet zichzelf kunnen zijn. Natuurlijk, dat vinden we allemaal en terecht. Dat is ook in een democratische rechtsstaat hoort dat ook zo te zijn. Maar iedereen weet natuurlijk dat de verschillen in feite in praktische beleving dat die enorm zijn. Mm-hmm. Als je natuurlijk aan het precariaat, waar we tegenwoordig zo vaak over spreken, ja, als je helemaal onderaan bungelt, dat is heel wat anders dan wanneer je in Bloemendaal in een reuzenvilla woont. Ja. Maar die zijn nou eventueel twee extremen, maar ja, natuurlijk zijn die situaties fundamenteel verschillend. Maar ook timmerman en zo, die verdienen toch helemaal niet slecht? Helemaal niet. Absoluut niet. Dus veel van de praktisch gescholden verdienen prima. Ja. Ze zeggen wel eens de nieuwe rijken, want er is heel veel vraag naar. Ja, zeker, zeker. Maar ja, dat je mag, want dit hele probleem deed zich voor, omdat ik had gezegd, overigens op basis van berichtgeving in de kwaliteitskrant, ja, dat de bron Ipsos, dat het statistische profiel, ja ook van Ipsos trouwens, het statistische profiel van de BB-beweging, ja, dat wordt bepaald door oudere 50-plussers en mensen die praktisch opgeleid zijn. Of helemaal niet opgeleid, dat weet ik niet precies. Maar goed, die in ieder geval niet hoog opgeleid zijn. Ja. En dat werd gezien als hooghartig, arrogant, beledigend. Nou ja, we hebben gezien wat dat zo'n beetje opgeleverd heeft. En ik begreep dat de krant ook uitgebreid, ook weer niet bedreigd, maar goed, allemaal boze brieven had gekregen dat niet mocht en dat het discriminerend was. Hmm. Sowieso is het natuurlijk, kijk, bij een dergelijke verkiezingsuitslag, die natuurlijk hoger uitviel dan veel. Iedereen wist dat het flink wat zou worden, maar het viel hoger uit dan gedacht. He, ze wonnen in alle provincies. Ja, met Utrecht uiteindelijk ook. Ja, dat was de laatste. Dat was de laatste. Dan heeft iedereen de neiging om de betekenis daarvan schromelijk te overschatten. Ik ga nu weer iets zeggen waardoor we ongetwijfeld tal van boze reacties krijgen. Wat je bij zo'n gelegenheid al gauw vergeet, is dat 3/4 van de kiezers helemaal niet op de BBB-beweging hebben gestemd. Die hebben iets meer dan 20% van het electoraat weten te bewegen. Bovendien natuurlijk bij provinciale statenverkiezingen waarbij de opkomst vrij beperkt is. Je weet, oudere mensen gaan trouwer stemmen dan jonge mensen. Ze blijven liever in hun nest liggen. Grote stadsbewoners, jongens, grote stadsbewoners. Zag je ook bij de Brexit, hè? Zijn niet geïnteresseerd, precies, net als bij de Brexit. Ja, dus als je natuurlijk even, ook dat Ipsos of in ieder geval, ja, ik zag iets op het internet. Ja, die hadden allemaal hele interessante cijfers. Want er werd natuurlijk gezegd, deze verkiezingsuitslag is een signaal. Dat kunnen we niet, dat kunnen we niet negeren. Dit is een volksopstand. Nee, het is helemaal geen volksopstand. Het is in feite dezelfde groep die ons al die andere opstanden bezorgd heeft. Alleen is die wel iets gegroeid. Feit is dat die elke keer iets groeit. Ik geloof dat Fortuyn was 16%. En Geert heeft ooit ook zoiets gescoord bij in 2010. Dat is natuurlijk weer een beetje teruggezakt, maar goed. Nee, het is helemaal geen volksopstand. 22% geloof ik, heeft gestemd op de BB-beweging. Dat betekent noodzakelijkwijs dat 78% iets anders heeft gestemd. Sterker nog, dat die Ipsos-medewerker, waarvan ik dat stukje op het internet las, zei, als je nou van boodschappen gesproken, als je nou naar die Eerste Kamer kijkt, wat zie je dan? 25
van de nieuwe leden. Die zijn ervoor dat de bestaande stikstofwetgeving dat die behoorlijk en snel wordt uitgevoerd. En 26 zijn daartegen. Het is precies 50-50. En de rest van de Kamer, reken maar, het zijn 75 mensen in de Eerste Kamer natuurlijk. De rest die zo'n beetje in het midden zit, die, nou ja, een beetje wel, een beetje niet. Kijk je naar een meerderheid van de Nederlandse bevolking, dan is die ervoor dat we doorgaan met de stikstofwetgeving als tevoren. Maar dat wel de boeren beter gecompenseerd moeten worden, dat de toekomst moet worden althans dus binnen een raamwerk van redelijkheid. Ja, precies. Dat is het meerderheidsstandpunt in Nederland. Klinkt heel normaal en dat is ook heel normaal. Het klinkt nog doodnormaal, het is normaal, maar is deze verkiezingsuitslag een signaal van de volkswoede? Nee. En dan lees je er ook nog bij dat als die Caroline samen met Pieter Omtzigt de partij begint, dat ze dan 53 kamerzetels hebben. Dan nou, ze wel Omtzigt erbij halen, hè? Ja, dan begin je wel te denken dan. Nou, wel slim om hem erbij te halen. Hij vertegenwoordigt. Stukje slim, ja. Ook ze in die regio's, wij zijn goed gescoord. Maar goed, laat ik hier nog iets veel verschrikkelijkers aan toevoegen. Een aanzienlijk deel van het Nederlandse electoraat is gewoon niet goed bij zijn hoofd. Ook die grootgemaakte tegenstelling tot stad en platteland, daar geloof ik helemaal niet zo erg in. Dat schreef die Ipsos meneer ook. Het zijn veel meer lokale tegenstellingen. Je hebt in Utrecht heb je Kanaleneiland en zo. Ja, veel anders. En je hebt de Frans Halenstraat. En dat zijn situaties die natuurlijk in alle grote Nederlandse steden het geval zijn. Je moet dat die tegenstelling stad-platteland niet zo hoog opspelen. Ja, die bushaltes die ze weggehaald hebben, dat is stom. Maar goed, dat is overigens niet de schuld van de regering. Maar luisteren naar de burger, daar begon je eigenlijk mee. Dat is eigenlijk... Ik begon met luisteren naar de burger. En dat gebeurt al heel veel. Dat horen we nu dus al sinds de verkiezingen, nou ja, sinds Pim Fortuyn, dus zeg maar, ruw gesproken, sinds 2001. En zolang niemand uitlegt hoe je op effectieve wijze naar alle Nederlandse burgers kunt gaan luisteren, zou ik zeggen, hou op met die kletskoek. Ja, maar ze hebben allemaal bezoekjes al in het land. Elk democratisch systeem kent beperkingen. Ja. Maar als de minister het land ingaat, dan zijn ze ontzettend trots. Hè? Dan staat de directeur glimmend van trots op de stoep. Ja, zonder meer. En misschien staan ze ook met vlaggetjes bij. Nou ja, dan moet je wel zeggen, of met fakkels tegenwoordig. Ja, dat is af en toe ook het geval. Ja, dat kan ook het geval zijn wat nou wel wat minder prettig is. Maar daar wordt ook geluisterd. Hè? Want dan die minister, daar halen ze natuurlijk allemaal dingetjes van op. En dat nemen ze weer mee natuurlijk. Of ze er iets mee doen is een tweede. In principe zijn we heel goed geïnformeerd hoe Nederland erbij staat. Ja, als ik af zou gaan op puur persoonlijke waarneming, is er heel weinig mis met het perifere Nederland. En ze hebben één voordeel wat wij dus absoluut niet hebben in die Randstad. Je kunt overal parkeren. Ja. Hè? Je kunt in Dronten zomaar parkeren. Helemaal geen probleem. Ja. En ik sprak, wanneer was het? Woensdag in Amsterdam. En daar vonden wij snel een parkeerplaats. En dan ben je alleen maar warm en gelukkig van binnen. Dat je in die klote stad, die chaotische klote stad, waar alles weer opgebroken was, zomaar een parkeerruimte kunt vinden. Ik moet erbij zeggen dat voor mijn lezing waren de parkeerkosten €21. Ja, vind je dat veel? Ja, dat vind ik idioot veel. Ja, maar dan stond je in een parkeergarage, denk ik. Of aan nee, de straat? Op het Amstelveld. Ah, oké. Ja. De lezing speelt ze af in de Amstelkerk. Tenminste, ik geloof dat die zo heet. En je staat ook in de file voor de parkeergarage. Dat heb je daar. Ja, dat is voor die Bijenkorf parkeergarage die daar. Ja. En bij, de Bijenkorf staat vaak een file is dat. Door de hele stad heen. Ja, dan heb je een afspraak om 1 uur en dan sta je kwart voor in de file. Dat gaat je niet lukken. Nee. Je kunt in Amsterdam niet nog geen normale afspraken maken. Nee, kijk, en dat heb je in Uden niet. Ja, tenslotte zal Amsterdam dat natuurlijk gaan betreuren. Dat voel je al aan je water. Ik dacht dat er nu al een beweging was van jonge gezinnen de stad uit. Ja, op een goed moment krijg je daar genoeg van. Maar die kunnen het niet meer betalen. Die kunnen het niet betalen en je hebt geen vrije schoolkeuze en je kunt je auto niet kwijt. En nou goed, het is één groot probleem. En opa en oma wonen ook op het platteland. De lege plekken schijnen opgevuld te worden door expats. Nou ja, mijn dochter woonde in Londen, maar die kon moeiteloos haar alleraardigste appartement permanent en tegen flinke bedragen verhuren aan expats. Ja, maar wat wil je daarmee zeggen? Je moet wel oppassen dat je geen expatstad wordt.
lijkt mij althans, zorg dat je een beetje een redelijke mix hebt. Je moet natuurlijk niet de modale Nederlander in zekere zin de stad uitpesten. En dat gebeurt nu wel, wil je zeggen? Enigszins wel. Als ik die cijfers, als dat klopt, die ik nu gedebuteerd heb, dan is dat wel enigszins gaande, ja. Ja, studenten wonen dan nog, maar die hebben het ook steeds moeilijker. Ja. Om een kamer te krijgen. Ja, die betalen natuurlijk ook idiote bedragen. En je hebt natuurlijk mensen die blijven hangen. Ook voor studenten is natuurlijk in de loop der jaren veel te weinig gebouwd. Ja. Ja. Kijk, studentenkamernood, toen ik hier aankwam in 62, was een ernstige kamernood. Hè? En nu is er nog steeds ernstige kamernood. We zijn ondertussen schat hemelrijk land geworden, maar er is nog steeds ernstige kamernood. Mm-hmm. Dus ja, nou, dat is weer een ander punt in Nederland, wat natuurlijk, ja, het hele huizenprobleem in Nederland, dat is, je kunt niet anders zeggen. Hij er is niet in geslaagd ben 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog om dat probleem enigszins adequaat op te lossen. Dan heb je toch iets fout gedaan. Maar we kunnen hier wel voorspellen. Al moeten we erbij zeggen, eerlijkheidshalve, de Nederlandse bevolking heeft zich verdubbeld. En dat is natuurlijk voor de omringende landen geldt dat totaal niet. Dus die hebben op dat punt ook een wat minder problemen op te lossen. Ja, maar je kunt in Brussel heel makkelijk een appartement krijgen, heb ik begrepen. Is dat zo? Ja. In Parijs heb ik gehoord, is het ook een heel groot probleem. Oh, ja, binnen de periferiek neem ik aan. Dat is natuurlijk in die reuze agglomeratie is altijd de vraag, waar woon je eigenlijk precies? Kijk, in die zin kun je de hele Randstad als een reuze agglomeratie zien. Of je nou, ja, zou je nog in Boskoop nog een enigszins normale woning kunnen vinden? Dat weet ik eigenlijk niet. Of in Apkou, daar wordt fors gebouwd. Voor zover ik dat vanaf de grote weg zien kan. Je kunt toch bijna wel voorspellen dat over 10, 20, 30, 40 jaar dit probleem er nog steeds is. Ik denk toch niet dat ze dit gaan oplossen? Nou, 40 jaar vind ik ruim gemeten. Omdat natuurlijk, ik denk dat de bevolkingsgroei minder snel zal plaatsvinden in de loop van deze eeuw, eerlijk gezegd. Maar dat weet ik natuurlijk, dat is ook maar een voorspelling. Ja, maar dan krijg je natuurlijk, ik heb wel eens zo'n grafiekje gezien. En je krijgt dus heel veel oudere mensen en relatief weinig jonge mensen. Ja, de bevolkingsgroei in de hele wereld, dat er meer oudere mensen komen. Want we worden dan ouder. Zou je natuurlijk zeggen, ja precies. Want ja, mensen zeggen, ja, hoezo meer oudere mensen worden ze oud geboren of zo? Nee, ze leven veel langer. Als je denkt dat het wereldgemiddelde van de, hoe heet het, de levensverwachting zit al rond de 70. Dus ja, reken maar uit. Ja, maar die mensen zullen allemaal zeggen, net zoals jij terecht, ik zal het blikje weer even open doen. Die zeggen natuurlijk, ik blijf in mijn huis wonen. Ik ga niet mijn huis, zolang het kan, blijven te wonen. Ja, dat is typisch een Nederlands probleem natuurlijk. Hoezo? Nou, omdat ik denk eerlijk gezegd dat die grote huizen waar twee mensen in wonen, dat is niet een mondiaal probleem, lijkt mij. Dat lijkt mij niet. Dat is een typisch Nederlands probleem, volgens mij. Maar ja, de vraag is natuurlijk, waar moet je dan heen als je uit je huis gaat? Nou ja, naar een bejaardenhuis. Ja, met een verzorgingshuis hebben we voor niet onbelangrijk gedeelte afgebroken. Nou, je kunt, voor mij is het enige alternatief ooit, als het inderdaad niet meer gaat, met z'n tweeën in dat huis met die twee steile trappen, is natuurlijk het enige alternatief dat je een soort verzorgingsappartement. Kijk, als je naar een appartement gaat waar ook niks is ter verzorging, niet waar een opvang van calamiteiten, dan heb je er verder niks aan, behalve dat het erg duur is en dat je een iets beter uitzicht hebt. En zijn er daar genoeg van? Dat denk ik ook niet, toch? Als je maar genoeg betaalt, dan zijn er altijd genoeg, dat kan ik je verzekeren. Wordt zwaar voor. Dan moet je eens kijken naar die advertenties in de NRC. Over dure appartementen gesproken. Met inclusief zorg erbij? Dat heb ik nog niet gecheckt, maar ik denk dat er meestal wel een soort van zorgfactor bij komt, ja. Maar dit heeft natuurlijk ook invloed op de woningcrisis, als we die hebben. We hebben een woningcrisis, daar bestaat niet de geringste twijfel over. Want het is natuurlijk ook een crisis dat die prijzen zo idioot hoog zijn. Dat is natuurlijk ook een crisis. Want die prijzen zijn zo idioot hoog, omdat er niks te kopen is. Of althans niks wat gewenst is te kopen is. Of te weinig van datgene wat gewenst is te kopen is. Iedereen weet dat als je over de Duitse grens, als je 10 kilometer over de Duitse en Duitse grens, kun je een huis kopen voor de helft van het geld. Met een geweldige tuin met rhododendronstruiken erin. Ja.
Je ziet nu ook zo'n trend dat mensen in huizen denken van we bouwen er nog maar een paar verdiepingen op, want dan hebben we nog wat ruimte erbij. Ja, daar moet je wel vergunning voor hebben. Hè? Dus de gemeente moet komen kijken of je behoorlijk gefundeerd bent. Anders kun je er niet zomaar een verdieping opzetten. Want voordat je het weet heb je Turkse toestanden. Of sowieso daar in die landen. Omdat daar natuurlijk voortdurend verdiepingen extra opgezet worden met verschrikkelijke gevolgen soms. Ja. Soms storten ze al spontaan in. Maar soms een aardbeving. Maar het staat niet erg stevig. Maar dat wijkje waar ik woon, daar zijn ze dat nu massaal aan het doen. En het begint er altijd eentje. En dan denkt de buurman, hey, dat is een goed idee. Laat ik dat ook eens gaan doen. Nou ja, je hebt een hele verdieping erbij. Soms twee wel, hè? Ja, die hele zaak die bestaat in stalen balken, geloof ik. En die wordt er gewoon bovenop getakeld. Ja, of hout. Maar je moet eerst wel een vergunning vragen. Ja. Dus als je huis niet behoorlijk gefundeerd is, dan krijg je geen toestemming. Maar dit is toch de enige optie die we ook nog hebben om die woningnood op te lossen, de hoogte in te houden? Nou ja, zeker. Dat zijn natuurlijk al eensgezinswoningen, neem ik aan. En dan kun je de kinderen wat meer ruimte bieden daar in die nieuwe verdieping. Ja, maar goed, dat willen we niet in Nederland, hè? Te veel hoogbouw. Nou, ik wou dat dat zo was. Voortdurend zie je rare staken uit keurige plaatsjes steken waar weer een of andere volstrekte halve rare een ding van 30 hoog heeft gebouwd. Nee, het wordt, Utrecht gaat aan de westkant ook al idiote hoogbouw plegen. Is dat zo? Ja, zeker. Ik vind het toch in de Nederlandse steden wel is heel ook helemaal niet. Mijn broer legt altijd uit dat het helemaal niet bijster efficiënt is. Er zijn navenant te kosten als je zo hoog bouwt. Je kunt, als je met 3-4 verdiepingen bouwt, zijn er hele elegante oplossingen voor. In feite is daar best ook ruimte voor tegen de tijd dat we het stikstofprobleem hebben opgelost. Moet ik misschien ook even over hebben, want dat is weer het slachtoffer geworden van. Eigenlijk hebben we niet al eens eerder gezegd, als je de hele Nederlandse politiek zou moeten definiëren, dan is het of, je kunt zeggen, aanhoudende reorganisaties die niets opleveren. Maar nog mooier is het woord uitstel. Weet je wat we doen? We stellen het eens even uit. Altijd komen lekker. We allemaal tot rust. Precies, heerlijk. Kunnen we even rustig nadenken hoe het zit. En dat CDA, wat natuurlijk ondertussen eigenlijk al zijn benen gebroken heeft, dat kan ook eens even kijken of ze op krukken kunnen leren lopen. Maar maak eerst nog even het huizenverhaal over wat Vincent zegt. Ja, dat doen we dan daarna dit. Vincent is er geen voorstander van de hoogte inbouwen. Nee, helemaal niet zelfs. En ik ben het op dat punt ben ik het 100% met hem eens. Maar we hebben het toch ook bijna niet. We hebben het in Rotterdam, Amsterdam en dan houdt het toch op. Het probleem is dat we het zo weinig hebben dat als een of andere gek zo'n ding neerzet. Neem dat Purmerend wat je in de verte ziet liggen. Er staat ook aan de rand van Purmerend een idiote, enigszins in de ruimte verloren toren. In Arnhem, die twee achterlijke torens van Ben van Berkel. Dat je denkt van, waar was dit voor nodig? Het is gewoon, ja, hoe moet je dat zeggen? Maar het is wel efficiënt. Nee, het is helemaal niet efficiënt. Hoezo niet? Omdat hoogbouw duur is. Kijk, je kunt ook veel mensen kwijt. Ja, je kunt veel mensen kwijt, dat is zo. Maar je kunt net zoveel mensen kwijt op praktisch hetzelfde oppervlakte. Want bij hoogbouw moet je tal van technische voorzieningen treffen. Om dat een veilig hoog gebouw te kunnen maken. Ja, want dan moet zo'n hele liftkokersysteem moet daarin zitten en het trappensysteem. Je weet dat overal dat bordje bij brand trap gebruiken. Je zult maar op de 30e verdieping wonen. Maar bovendien, bij hoogbouw moet er een zekere ruimte rond het gebouw zijn. Al was het maar voor parkeerruimte, er moet een perkje komen. Nee, het is helemaal niet handig hoogbouw. Hoogbouw is een typisch modernistische misvatting. Zoals het modernisme eigenlijk vrijwel alles naar de kloten heeft geholpen, hebben ze ook de stedelijke architectuur naar de kloten geholpen. Oké, maar nu kijk je heel erg naar de stijl. Maar als je nou kijkt, als we nou het probleem willen oplossen in Nederland, is dat dan niet een deel van de oplossing? Ik denk dat eerlijk gezegd de oplossing vrij simpel moet zijn. En dat is dat je moet besluiten dat je tot welke prijs dan ook. Kijk, als de commercie niet in staat is om te zorgen voor een behoorlijke voorraad woningen aan de onderkant. En als de regering bovendien niet waar al die weet het, dat ik geloof dat dat nu wel op de helling staat, dat is die sociale woningbouw en die woningbouwverenigingen, ja, die werden getroffen met allerlei halfgare heffingen. Waar ook tegen gewaarschuwd is, doe dat nou niet, want
En bovendien, veel van die woningbouwverenigingen verkopen hun woningvoorraad. Dat moet je natuurlijk niet doen. Sterker nog, je moet ze in de gelegenheid stellen eventueel, in plaats van ze te belasten, ze wat ruimer in de financiële jas te laten zitten en te laten bouwen. Minder regels dus, dat wordt al vaak gezegd. Maar waarom gebeurt dat? Nee, niet minder regels, daar ben ik helemaal niet voor, want dat betekent eigenlijk dat de commercie zich met de bouwerij gaat bemoeien. Ik zag net een stukje ergens, een Java-eiland, ook gebouwd voor normale, ooit gebouwd voor normale mensen. En dat schijnt zo duur te zijn geworden dat er geen normaal mens meer wonen kan. Dus nee, we hebben op dat punt ook natuurlijk aan de bovenkant, als je wat betalen kunt, dan is er genoeg woonruimte in Nederland volgens mij. Maar de hele onderkant, en dat geldt voor heel veel ontwikkelingen in Nederland, is verwaarloosd. Ja. Maar ja. Wat wilde je net dan niet zeggen? Niet minder regels, maar minder belasting of minder... Nou, eventueel meer regels, zodat de overheid zich ook kan bemoeien met het bouwen voor de onderkant van de samenleving. Maar wordt het dan niet nog ingewikkelder? Nee, helemaal niet. Die sociale woningbouw, woningbouwverenigingen hebben heel nuttig werk gedaan in het verleden. Mm. En die zijn we met allerlei privatiseringsrommel voor de voeten gaan lopen. Maar bij meer regels denk ik aan die kerstboom, waar nog eens een balletje bijgehangen wordt met beleid. En dat het dan nogal makkelijker of moeilijker wordt. Nou, dat is meestal de schuld van de Kamer. Die maakt alles extreem gecompliceerd. Oké. Zou je ook een eind aan kunnen maken. Want ja. De Kamer zou ook denken aan al die moties die ze indienen. Of al die tienduizenden Kamervragen ook allemaal. Maar hoe lang duurt het om een huis te bouwen, denk je, gemiddeld? Nou, met prefab kan dat verdomd snel, kan ik je verzekeren. Je hebt het probleem is denk ik meer de ruimte om het daar neer te zetten. Dan, en te mogen dan, bouwen vanwege alle stikstofbeperkingen? Ja. Nee, volgens mij kun je vrij snel bouwen. Maar wat is dat dan, een paar maanden? Ja, je moet ruimschoots binnen een jaar een huis kunnen bouwen, zou ik zeggen. Een heel huis? Ja. Losstaand? Nou ja, losstaand, dat moeten we vooral niet doen natuurlijk. Dat is wel erg ruimtevretend. Ja, villa's die hebben we al genoeg, volgens mij. Ook helemaal niet gezellig, villa's, maar dat is alweer wat anders. Straten is veel leuker natuurlijk, voor je kinderen. En sowieso beter voor de geestelijke gezondheid. Nee, je moet denken, volgens mij, ik wil het aan mijn broer vragen, die kan het keurig uitleggen, hoe snel je kunt bouwen. Maar dat kan volgens mij behoorlijk snel. Ja, ik hoor nu ook van die initiatieven dat ze inderdaad een huis bouwen en dat kun je dan ook later weer afbreken. Dus stel dat het water stijgt, dan kun je dan aan de andere kant van het land weer opbouwen. Dat kan ook, ja, zeker. Of drijvende woningen. Ja. Hè? Ik hoorde van ik weet niet of er voldoende wateroppervlak is om ons allemaal in drijvende woningen. Kan ze het hele IJsselmeer volleggen met drijvende woningen. Nou ja, het is grappig dat je dat zegt. Ik hoorde van de week een verhaal over een floating farm in de haven van Rotterdam. Met inclusief koeien. Oh, oké. Okay. Dat vond ik wel een hele leuke. Af en toe een eindje zwemmen. Ja, nee, maar op zich is dat wel. Want dat is. Ze zeiden ook van: dit is ook het probleem om het ruimtegebrek op te lossen. Laat het water opgaan. Ja, je had toch ook die varkensflats. Daar heb ik nooit meer iets over gehoord. Maar waarom zou je die varkens niet onder kunnen brengen in bouwwerken van 10 hoog? Dat moet kunnen. Ja. Nou, dan zitten we weer met de hoogbouw. Maar. Ja. Nou, we hebben ook nog heel veel winkelcentra die leegstaan, hè, waar je iets met woningen zou kunnen doen. Ja, je hebt ook al die kleine winkelcentra, hè, in iets oudere buurten. Dat is vaak een beetje een trieste aanblik, toch? Ja. Nou, kijk, we hebben al genoeg ideeën in dit half uurtje voor Hugo de Jonge bedacht. Ja, maar Hugo de Jonge zal wel klagen dat hij geen ruimte heeft. Nee. Want je hebt natuurlijk ook het NIMBY, hè, Not in My Backyard. En de mensen zijn enorm voor om dan in zo'n gezellige gemeente buiten de grote stad te gaan wonen. Maar als natuurlijk de gemeente blijft groeien omdat die zo gezellig is, dan zijn ze de falikant tegen dat ze nieuwe buren krijgen of dat er achter hen een nieuw wijkje gebouwd wordt. Oké, goed. De volgende aflevering die staat helemaal in het teken van de onbekende nazi-kant, zwarte kant van Oostenrijk. Geschiedenis van dat land gaan we bespreken in een mini-college. Wil je die aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze podcast. Dat kan gratis en voor niks in je podcast-app. Ik mag niet meer zeggen de mevrouw van de BBB. Ik moet nu zeggen Caroline van der Plas. Defensief vechten is een stuk makkelijker dan offensief vechten. Welke rol heeft de oorlog in Oekraïne in de wereldgeschiedenis? Of je hier 5 jaar mee door wil gaan, dat lijkt mij eigenlijk een vrij twijfelachtige zaak.
Historicus Maarten van Rossum vertelt het in een gloednieuw luisterboek. Oorlog in Oekraïne. Er staat tegenover dat er prachtige voorbeelden zijn van herstel na de Tweede Wereldoorlog die toch doen. Download het luisterboek via de link in de show notes. Nog een podcast luisteren? Luister naar de aflevering waarin wordt uitgelegd waarom het niet verstandig is om je mobiele telefoon 's nachts op je nachtkastje te laten liggen. De link naar de aflevering vind je in de show notes.